Dit is de klas van Hilde. En net als in elke klas loopt er wel eens wat fout. Zo is er Emma. Zij vloept er elk antwoord uit, nog voor Hilde haar vraag helemaal kan stellen. Ze kan het ook niet laten om telkens op haar smartphone te gluren. Yassine slaagt er dan weer niet in om bij een opdracht de verschillende stappen te onthouden. En Janne is na speeltijd nog steeds aan het springen in de klas, ook al is de les alweer begonnen. En dat vindt Hilde best frustrerend. Als je als leraar op zulk gedrag botst, is het begrijpelijk dat je dat soms negatief benoemt. Jan is impulsief en druk, Yassine is chaotisch en Emma snel afgeleid. Je voelt je misschien machteloos, want hoe verander je dat gedrag? Een eerste stap is beter begrijpen waar dat gedrag vandaan komt. Een mogelijke verklaring ligt bij de executieve functies van je leerlingen. De drie kernexecutieve functies zijn werkgeheugen, impulscontrole of inhibitie en cognitieve flexibiliteit. Als Emma dus steeds op haar smartphone kijkt, loopt er misschien wat fout bij haar impulscontrole. Als Yassine je instructies keer op keer vergeet, kan de oorzaak liggen bij hoe hij zijn werkgeheugen benut. En als je na de pauze telkens moet trekken en sleuren om Janne weer in werkmodus te krijgen, kan dat liggen aan haar cognitieve flexibiliteit. In de kleutertijd ontwikkelen executieve functies zich erg snel. En die groei gaat, aan een trager tempo, nog door tot laat in de adolescentie. Maar er zijn individuele verschillen. Niet elk kind groeit op in een stimulerende omgeving. En niet elk kind ontwikkelt zich aan hetzelfde tempo of is even gemotiveerd of even intelligent. Als leraar heb je natuurlijk niet alles in de hand. Maar het goede nieuws is, je kan de executieve functies van je leerlingen voor een deel versterken. En nog goed nieuws, je doet dat ongetwijfeld al. De executieve functies van je leerlingen ontwikkelen zich wanneer jij ze doelbewust stimuleert. Rekenopdrachten, een huiswerkplanning of simpelweg gericht luisteren, bij zulke schoolse opdrachten zetten je leerlingen één of meer executieve functies in. Aanvullend kan je ook spelvormen benutten. Met het spel Taboe oefen je bijvoorbeeld impulscontrole en met een spel zoals Jungle Speed train je ook cognitieve flexibiliteit. Naast deze directe EF-stimulatie is ook de steun die je in de klas aanbiedt van belang. En dat doe je op drie manieren. Ten eerste emotionele steun. Want in een warm en positief klimaat durven kinderen experimenteren, ontdekken en zo hun executieve functies oefenen. Bovendien leren ze ook omgaan met stress, omdat ze weten als het fout loopt, dan kan ik bij mijn leraar terecht. Ten tweede, instructionele steun. Als je telkens de juiste vraag stelt of met de juiste instructie net voldoende ondersteuning biedt, worden je leerlingen steeds zelfstandiger. En hun probleemoplossende vaardigheden die worden steeds sterker. Ten derde, organisationele steun. Als jij storend lawaai in de kiem smoort, een duidelijke planning hanteert en precies aangeeft wat je van je leerlingen verwacht, dan kunnen zij hun aandacht en executieve functies volledig op de taak richten. Even terug naar de klas van Hilde. Ongetwijfeld biedt Hilde al heel wat emotionele, instructionele en organisationele steun aan haar leerlingen. Maar als ze gerichter observeert waar de executieve functies van Janne, Yassine en Emma haperen, kan ze hen ook gerichter ondersteunen. En als haar leerlingen uitdagende opdrachten krijgen om hun executieve functies te oefenen en te versterken, slagen ze er ook steeds beter in om het antwoord niet door de klas te roepen, slaan ze geen stappen over en houden ze die smartphone misschien wel zelf aan de kant. Een pluspunt voor hen. En een pluspunt voor de les van Hilde.